aan alle schorpioenen. Goed nieuws voor de schorpioenen. Nu, dit is natuurlijk een algemene horoscoop. En geen individuele. Ik geef alleen maar de algemene trends en energieën voor de schorpioen. Nu wens je natuurlijk een specifieke, dan ga je een reading moeten aanvragen. Alleen moeten niet, hè, willen. Nu, wat is er, waarom is het zo leuk voor de schorpioen? Omdat er zich een eclips bevindt in een ander waterteken, namelijk in vissen. De 8e maart is er een zonne-eclips, de maan en de zon samen in vissen. En dat is voor jullie heel positief, want dat is positieve energie naar het teken schorpioen toe. En het is ook in het meest positieve huis. Het is in het 5e huis, wat dat een van mijn favoriete huizen is. Waarom? Er zijn 12 huizen in de horoscoop en het 5e huis is het huis van een aantal zaken. Romantiek, hobby's, kinderen, eigen projecten, dus bijvoorbeeld het opstarten van een eigen zaak is ook het 5e huis. En in het algemeen, het is je eigen creativiteit. Dus heel wat schorpioenen hebben de opportuniteit om gedurende de maand maart, want dat gebeurt nu de 8e, maar niet pal op die dag, je voelt dat de ganse maand, die energie, om een nieuw zaadje te planten, om iets nieuws te beginnen op een van die gebieden. Dus is het nu een hobby, is het nu een romance? Een heel goede mogelijkheid, zeker als je single bent en je wilt iemand nieuw in je leven. Heel goede ondersteunende energieën daarvoor. De zonne-eclips gaat dus over een zaadje planten, iets nieuws opstarten, iets nieuws beginnen. Dus jullie hebben het groene licht, zal ik maar zeggen, om bijvoorbeeld ook een eigen business te starten. Of een aantal anderen zullen bijvoorbeeld een nieuwe hobby starten. En nog een aantal anderen zullen een nieuw project starten, enzovoort. Of een nieuwe manier van genieten en van tonen wie je bent. Dus dat is al goed nieuws. De andere eclips bevindt zich, de maaneclips, de 23e van de maand, die bevindt zich in Weegschaal. En dat is voor jullie het laatste huis van de zodiac, dus het 12e huis. En dat wil zeggen dat er op het gebied van blinde vlekken, want dat is ons 12e huis, het is een onbewust huis, het is een huis waarin dat we ons terugtrekken, dat er daar iets wel tot zichtbaarheid komt. Want dat is een maaneclips. Een maaneclips is een andere energie dan een zonne-eclips. Een maaneclips gaat over dingen die tot klaarheid komen. Dus, is er een bepaalde blinde vlek van jezelf? Het kan zijn dat je die ontdekt. En dat vinden schorpioenen over het algemeen wel oké. Want een heleboel mensen lopen daar weg van hun eigen blinde vlekken. Of stoppen hun neus nog, of nog dieper, of hun hoofd nog dieper in de grond. Maar schorpioenen niet, want die willen sterker worden en die hebben geen schrik van hun eigen schaduw. Vandaar dat het mogelijk is dat je een bepaald stukje van jezelf kan zien van dit is eigenlijk toch wel een schaduwpuntje van mezelf. Natuurlijk, als je het niet opmerkt, kun je het ook niet veranderen. Maar je gaat het opmerken en dat gaat jou in staat stellen om daar iets aan te veranderen. Voilà, dus een interessante maand voor schorpioenen. Geniet ervan. Zeker van die zonne-eclips ook. Ik wens jullie het allerbeste. Bedankt voor het kijken en tot volgende maand.